Hi, het is Tim hier. Ik kreeg een vraag van een vrouw in een mail die zei: ik wil scheiden, maar mijn man wil niet scheiden. En ze zei: Tim, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik heb al tegen hem gezegd dat ik wil scheiden, maar hij wil het niet en hij blijft mij aanhouden. En hij blijft mij zeggen van nee, en het gaat anders worden en het gaat beter worden, maar ik wil helemaal niet meer verder met de relatie. Hoe kan ik het hem vertellen dat ik echt wil scheiden? Hoe kan ik hem vertellen dat ik bij hem weg wil gaan? Zonder dat het allemaal nog veel erger wordt dan dat het nu is op dit moment. Nou, in deze video ga ik je 3 tips geven voor hoe je het er beste mee om kunt gaan als je man wil scheiden en jij niet. En wat de beste manier is om het te vertellen. Maar mijn eerste en allerbelangrijkste tip is: laat je niet leiden door je schuldgevoel. Ik snap dat het heel erg is en ik snap dat het heel erg is voor jouw man. En hij raakt misschien iemand kwijt, hij wil misschien nog wel bij jou blijven. Ik snap dat het heel erg is. Misschien heb je zelfs nog wel kinderen die daar ook mee om moeten gaan, die er ook mee moeten leren leven dat hun vader en moeder niet meer samen zijn. Je ziet dat heel veel vrouwen zich heel erg laten leiden door hun schuldgevoel en daardoor jaren eigenlijk in een relatie blijven zitten en het maar weer proberen uit een soort van gevoel van loyaliteit naar hun man toe, omdat ze denken: ja, we hebben het ook jarenlang heel goed gehad samen, ik kan hem dan ook niet nu zomaar in de steek laten en hij gaat het nooit redden zonder mij en dat komt niet goed. Als je op die manier gaat leven, dat is gewoon zo ontzettend zonde. Er is geen enkele reden, geen enkel excuus voor jou om jouw geluk te gaan slachtofferen voor het geluk van iemand anders. Dat is niet goed voor je man, dat is niet goed voor je kinderen en dat is niet goed voor jou. Kijk, stel je hebt kinderen. Geloof me, je kinderen hebben er veel meer aan gescheiden ouders die gelukkig en tevreden zijn, dan dat ze hebben aan 2 ouders die bij elkaar zijn alleen maar voor hun. De kinderen willen dat helemaal niet. En zeker als ze ouder zijn en ze erachter komen dat jij bij je man bent gebleven voor hun. Het enige wat je doet is dat je ze met een ongelooflijk schuldgevoel opzadelt, omdat zij het idee hebben dat zij jaren van je leven hebben afgepakt. Dus het is geen goed idee om je daardoor te laten leiden. Ook jij hebt recht op een partner waar je van houdt. Ook jij hebt recht om iemand waar je bij wil zijn. En jouw man ook. Jouw man heeft ook recht op een partner die van hem houdt. En zolang jij bij hem blijft, al is het maar uit schuldgevoel, dan ontneem je hem die kans net zo erg als dat je jezelf die kans ontneemt. En dat is voor niemand goed. Dus als je niet meer van hem houdt, kies voor jezelf. Ik ga ervan uit dat je niet zomaar lichtzinnig denkt: ik wil gaan scheiden omdat hij toevallig een keer het topje niet op de tandpasta heeft gedraaid. Ik ga ervan uit dat je er goed over nagedacht hebt, dat er geen gevoel meer is en dat je ook recht hebt op een liefdevolle relatie en dat hij er op dit moment gewoon niet meer is. Tweede belangrijke ding is: wees duidelijk. Dit is moeilijk en dit kost veel kracht. Zeker als je nog steeds op hem geeft en hem niet wil kwetsen, dan kost het je heel veel energie. Maar wees duidelijk naar hem dat je echt wil scheiden. Kijk, het is een beetje, zeg maar, als iemand nu bijvoorbeeld tegen je zegt van: hey, daar staat een muur, zie je die steen daar? Kan je proberen om die steen los te wrikken uit die muur? Nou, als je dan die steen vastpakt en je voelt dat die steen niet beweegt, dat die vast zit, dan geef je het heel snel op. Maar als die steen een klein beetje wiebelt, dan ga je maar door, ga je het steeds meer proberen om het los te krijgen. Nou, hetzelfde geldt voor jou. Als jij stevig bent, als jij die vaste steen bent, waarbij hij denkt: oh, zodra ik haar van gedachten probeer te veranderen, gebeurt er niks, dan geeft hij het op, dan houdt hij op met het proberen. Maar zodra je tegen hem zegt van: ja, ik denk dat ik misschien wel wil scheiden en ik weet niet zeker of ik nog verder wil met deze relatie, zodra je het op die manier naar hem communiceert, dan denkt hij: oh, er is nog een kans. En als hij het gevoel heeft dat hij een kans maakt, dan blijft hij het proberen, dan blijft hij het proberen. Hij blijft hoop houden, je houdt hem eigenlijk aan het lijntje. Terwijl je zijn gevoelens probeert te beschermen, kwets je hem nog meer. Tegelijkertijd maak je er een lang, heel ingewikkeld proces van. Van als je eenmaal besloten hebt dat je wil scheiden, dan zal je dat misschien nog steeds niet 100% voelen. En zal je er af en toe nog wat over twijfelen, de ene dag wat anders erover denken dan de andere dag. Maar communiceer die twijfels niet. Praat erover met je vriendinnen, praat erover met je moeder, praat erover met iedereen. Maar praat er niet over met hem. Want je wil, koste wat het kost, voorkomen dat
jouw boodschap onduidelijk is en dat hij het steeds nog maar weer blijft proberen. En de derde tip is, neem afstand van elkaar. Blijf niet 2-3 jaar in hetzelfde huis wonen omdat het zo lastig te verkopen is met de hypotheek. Of weet je, blijf niet maandenlang dit proces doorgaan. Kijk, het is pijnlijk en het is al heel erg als je dan juist in die hele erge situatie waarin je constant geconfronteerd wordt met de nare situatie waar je nu in zit, daar wordt het niet beter van. Niemand is daarbij gebaat. Het is volstrekt onnodig. Het is veel beter om te zeggen, nou oké, dan trek ik maar even een paar maanden in bij die vriendin, kennis, moeder of iemand. Dan zorg ik gewoon dat ik in ieder geval maar uit dat huis ben. En dan kunnen we elkaar nog wel steeds zien. We kunnen wel over praten. Maar als je al besloten hebt om te scheiden, is er niet heel veel meer over te praten. Behalve dat jullie de praktische dingen moeten gaan regelen. Op die manier ook samen worden jullie al zo snel mogelijk klaargestoomd om weer alleen te zijn. Want ook als jij scheidt, ook als jij de persoon bent die wil scheiden, dan nog zal je een tijdje nodig hebben. Misschien wel een half jaar, misschien wel een jaar voordat je jezelf weer helemaal goed voelt. Voordat je gewend bent aan een nieuwe situatie, van dat je niet meer de getrouwde vrouw bent. Dat kost gewoon tijd. En iedere tijd die je nu besteedt aan dat proces waarin jullie nog samen zijn, is eigenlijk weggegooide tijd. Je steekt tijd in iets wat al kapot gaat, zeg maar. Je bent de zinkende Titanic nog even aan het verven. En dat is gewoon zinloos. Je kan beter zeggen van, ik begin zo snel mogelijk weer met mijn nieuwe leven. Ik zorg dat ik zo snel mogelijk de boel weer op orde heb, dat ik mezelf alleen goed kan voelen. En er is geen reden om dat uit te stellen. En er zijn heel veel redenen om wel afstand van hem te nemen. Dus probeer zo snel mogelijk in deze situatie afstand te nemen. Nou, dit zijn 3 tips voor als je wil scheiden en hoe je dat het beste naar hem kan communiceren. Als je in deze situatie zit, ik leef met je mee. En nogmaals, voel je alsjeblieft niet schuldig. Je hebt alle recht op een liefdevol, gelukkige relatie. En er is geen enkele reden om te blijven zitten in een relatie waar het niet hoeft. Nou, ik heb een artikel voor je geschreven met in totaal 7 tips voor als je in deze situatie zit. Als je hier klikt, dan krijg je dus nog 4 andere tips waarbij ik je net iets dieper inga ook op wat is de beste manier om dat gesprek van ik wil scheiden te voeren. Dus als je hier meer over wil weten, klik hier, lees het artikel en dan zie ik je in de volgende video.